Dit is PHSS Echo, maandag 17 juli. Vandaag weer een praatje op D-Star. Ik doe dit een paar weken hooguit. Het worden geen daily minutes, dat zeg ik elke dag. Maar het is heel duidelijk of heel belangrijk om dat te benadrukken. Het aantrekken van jongeren naar de zendamateurhobby is een uitdaging waar veel gemeenschappen en verenigingen zich wereldwijd mee bezighouden. Om jongeren te bereiken moeten zendamateurs inderdaad werken aan het doorbreken van het stoffige imago dat soms wordt geassocieerd met oude technologieën. Hier zijn enkele manieren waarop de zendamateurgemeenschap jongeren kan betrekken en aantrekken. Concentreer je op innovatieve technologieën en digitale aspecten. Zendamateurs moeten jongeren laten zien dat de hobby veel meer is dan alleen oude techniek. Door de nadruk te leggen op moderne digitale communicatieprotocollen, software-defined radio en het gebruik van computers bij het experimenteren, kan de hobby een gevoel van relevantie krijgen dat jongeren aanspreekt. Een ander aspect is het organiseren van jeugdvriendelijke activiteiten en evenementen. Organiseer jeugdvriendelijke evenementen waar jongeren kunnen experimenteren met radioapparatuur, antennes kunnen bouwen of deelnemen aan contesten. Het organiseren van educatieve workshops en uitdagende activiteiten zal jongeren verder aanmoedigen om actief deel te nemen. Een ander iets is samenwerken met scholen en jeugdorganisaties. Werk samen met scholen, jeugdclubs en andere jeugdorganisaties om zendamateurisme te introduceren als een educatieve en leuke hobby. Door presentaties te geven op scholen of speciale zendamateuractiviteiten te organiseren voor jeugdgroepen, kan de zendamateurgemeenschap jongeren betrekken bij de fascinerende wereld van radiocommunicatie. Ja, een hele belangrijke is de online aanwezigheid en sociale media. Ik ben daar zelf niet zo'n fan van, maar ik zie wel het belang. Zendamateurs moeten zich actief opstellen op sociale media en online platforms om jongeren te bereiken. Het delen van interessante experimenten, leuke projecten en inspirerende verhalen kan jongeren enthousiasmeren voor de hobby. Een vijfde aspect is het samengaan met de makerbeweging. Het samengaan met de makerbeweging of makersbeweging kan inderdaad een waardevol idee zijn. De makersbeweging heeft als doel om creativiteit, innovatie en zelfbouw te bevorderen. De zendamateurhobby deelt veel waarden en doelen met de makersbeweging, waardoor het een natuurlijke overgang kan zijn. Door zendamateurisme te positioneren als een vorm van technisch knutselen, waarbij jongeren hun eigen communicatieapparatuur kunnen bouwen, kunnen we jonge makers aantrekken en hun nieuwsgierigheid en het verlangen om te leren stimuleren. Dit is PHSS Echo. Een hele belangrijke is verder mentorschap en gemeenschap. Zendamateurs kunnen jongeren aanmoedigen en ondersteunen door mentorprogramma's op te zetten. Jongere zendamateurs kunnen leren van de ervaringen van oudere en meer ervaren zendamateurs. Het opbouwen van een ondersteunende gemeenschap waarin jongeren zich welkom en gewaardeerd voelen, kan een positieve invloed hebben op hun betrokkenheid bij deze hobby. Ja, hoewel het betrekken van jongeren bij de zendamateurhobby een uitdaging kan zijn, is het zeker haalbaar met de juiste inspanning en aanpak. Daar geloof ik heilig in. Door innovatieve technologieën te omarmen, jeugdvriendelijke activiteiten te organiseren, samen te werken met scholen en jeugdorganisaties en het bevorderen van de band met de makerbeweging, kan de zendamateurgemeenschap jongeren enthousiast maken over de hobby. Door jongeren aan te moedigen hun eigen weg te vinden in de zendamateurgemeenschap en hen te ondersteunen in hun leerproces, kan de hobby een nieuwe generatie inspireren. Om zich te verdiepen in de fascinerende wereld van radio-experimenten en communicatie. Het zal je verbazen, maar let op, deze tekst is gemaakt door ChatGPT. Met een goede instructie van mij en niet eens een paar kleine aanpassingen. Ik heb niks veranderd, ik was het wel van plan, maar ik heb hem integraal gebruikt. Deze tekst is gemaakt door de computer. Ik heb slechtere gezien die eruit kwamen. Als je zoveel inspreekt, ja, dan gaat er allicht wel eens iets mis. Het is natuurlijk niet de bedoeling om elke uitzending een aantal bloopers te gaan uitzenden. Maar vandaag had ik wel een vraagje. Ik heb een toetsenbord hier en ik heb daar een kookwekkertje naast. En ik gaf een tik tegen mijn toetsenbord. En hup, daar lag het kookwekkertje op de grond met de tijd op nul. En dan hoor je dit. Oh-oh. Dat moet niet. En dan weet ik niet hoe lang het in de oven staat. Oké. Dit is PHSS Echo.